Ik ben niet Aaf Kostjes. En ik ben niet Mark Marie Huibrecht. Welkom bij, bij Mark Marie en Aaf Vinden iets. Hoeveel sterren geven wij koning Willem-Alexander? Daar gaan we het over hebben. De markies van Veren en Vlissingen. Oh, heet hij zo? Ook. Hij heet ook de Graaf van Katzen, Ellenbogen. Zou hij dat zelf allemaal weten? Nee. Nou, dat zal vast wel iemand hem ooit ingefluisterd hebben. Maar hij heeft echt heel veel titels. Ja, hè? dus als je tegen hem zegt, doe eens alle titels. Dat ja, dan, dan, even, dan moet hij even naar zijn wiki. Ja, precies. Dat ja. weet je zelf ook niet. Nee, het zijn echt heel veel. Ja. ja, nou wel interessant onderwerp. Al die titels. Nou, nee. Ja, ook naar je, je eigen wiki leuk. moeten. Wat zeg je? Naar je eigen wiki moeten. Als onderwerp. Nee, nee. Ik bedoel meer de koning zelf, omdat hij door, door uh, pieken en dalen is gegaan en zo. Dat is leuk om, om te bespreken. Ja. En uh, en daar heb ik wel gedacht over jij ook waarschijnlijk zeker ja gelukkig ja. en um... Ik ben, uh, omdat ik een beetje in de journalistiek ben uh, opgeleid, oh, vind ik wel heel de... belangrijk dat er een urgente aanleiding is, een actuele aanleiding. Wat is je opleiding in de journalistiek? Nou ja, ik ben ooit oh, begonnen bij Folia, dat was het krantje van de Universiteit van Amsterdam. En oh. daar heb ik jarenlang gewoon stukjes voor geschreven. Oh, Oké. Okay. En dan was het altijd, is er een actuele aanleiding? Ja. Ja. Want wij hadden dan bijvoorbeeld uh, elke week vergaderingen... en dan zei iemand... ik wil het graag doen over studenten die andere studenten vermoorden. Wat <laughs> oh, natuurlijk ja. een fantastisch <laughs> onderwerp is. Ja. Maar hij had niet een aanleiding. Hij had niet ergens gehoord dat een, een student een andere student had vermoord. Dus dan werd het onderwerp toch maar weer van tafel geveegd. Okay. Heel veel van geleerd. Oh. Ja. En de aanleiding is nu... Uh, hun. Uh... Want jij vindt dat ook, dat er altijd een actuele nou, aanleiding da is? Heb ik, ik heb nog steeds een beetje die afwijking. Dat ik denk, ja, Willem-Alexander, waarom nu? Waarom nu in januari Willem-Alexander? Maar er is dus een aanleiding, want ze zijn minder populair geworden. Ja, dat was een aanleiding. Ja, maar ik vind sommige dingen kan je altijd bespreken. Hij is ook tijdloos. Ja. Hij is altijd actueel en tijdloos. Ja. Dus daar gaan we het over hebben. We gaan het direct uh, hebben over de. Waarom van Vieren? Wat was het? Uh, Veren en Vlissingen. Heel goed. En dan gaan we nu want de echte uh, telefoon zit terug. Je hebt geoefend. Je en ik heb. Nou ja, ik kan nu echt uh, dus tegelijk ja, doen. Tertsen. <laughs> ja, Quinten. Is slim. Dus um, we gaan het hebben over. Hoe was jouw ik? Nou, wat er ook de tafel komt. Um, ik, ik moet zeggen, ik heb dus net uh, zoals wel meer mensen oud en nieuw gevierd. En um, het beviel me wel uh, deze versie van oud en nieuw. Ik denk okay. dat ik het zo wil houden. Oh ja, 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 ja. Met vier mensen. Um, nou, uh, nou ja, mijn gezin bestaat uit vier mensen. En mijn Natuurlijk. schoonmoeder, die was er ook bij. Dus dat was, dus was een vijf. Ja, <laughs> en daarvoor kwam er nog heel even iemand buurten. En daarvoor kwam er nog heel even iemand buurten. Maar dat was allemaal. Op gepaste afstand en uh, met de ramen open. Je bent oka. grappenhoud, ben jij. Dat ben je. Hé, hey, maar, maar ik heb geen voorbeeldfunctie. Nee, dat is waar. In mijn straat was overigens de gehele dag een feestje gaande. Wel op straat, maar toch gewoon echt met twintig mensen of De zo. hele dag? Ja, de he vanaf twaalf uur s middags tot acht uur s avonds of zo... hadden ze daar een partytent en uh, kletsen en doen. En, en dat was jij ook? Nee, want dat was ik, niet voor... ik ken die mensen niet. Dat oh. waren overbeuren. Maar... Dat ik dacht, ah, nu niet je... Nu niet je uh, gemene gezicht opzetten als je er langs loopt. Oh, laat, dat het doen, ja. laat het gaan. Dat heb ik dit jaar wel geleerd. Ja, je had ook helemaal geen recht, omdat je zelf natuurlijk een blokjesavond had. <laughs> ja. ja, maar dat waren mensen Je kan alleen die maar kwaad kijken. Even een pan kwamen lenen. Je kan alleen nog, maar. Een flesje cola wat ik nog nodig had even langs kwamen brengen. Je kan alleen maar kwaad veroordelend kijken als je zelf een non bent, maar niet als je zelf zeg maar met Jan allemaal man loopt te leveren en dan daar langs loopt en dan een beetje zo afkeurend gaan kijken. Oké. Okay. Je hebt een punt. Heb je mensen omhelst die je eigenlijk niet zou moeten omhelzen? Nee, dat, dat, niet. Nee, dat, dat doe ik echt niet. Nee. nee. Nee joh, dat durf ik niet eens. Dat is, vind ik zelf ook. Ik heb zelf corona gehad, maar ik ben toch bang om het nog een keer te krijgen. Dus daar ga ik echt Ja, op want over. daar zijn ook niet heel veel dingen over bekend. Nou ja, dat schijnen maar iets van honderd mensen te zijn op de wereld die het dan twee keer... Maar dan denk je, ja, dat dan, ik dan ben ik ben. net die ja. ene die het twee keer krijgt. Loterij win je niet, maar dan heb je net... Precies, uh, dat uh, bedoel ja. ik. Heb jij een loter? Ja, ik zit dus nu enorm te wachten op die, op die postcode-loterijwagen, postcode waarvan mijn kinderen altijd heel bang zijn dat die een heel smal straatje, dat die onze straat niet in kan. Dan ja, gaat het niet door, dan ik Ja, dan zeg je, oh, daar hangt het niet alleen maar vanaf. <laughs> nee. Ze verzinnen er wel wat op. Zit ja, zit op de hoek. Ja, ja maar ja, ik, 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 ik zwicht echt voor die pressure van... Heb jij dat ook? Nou, heb jij ook zo'n postcode-loterij? Wat lood? ook ergens. als je verhuist... Dan, dan moet je dus het nieuwe adres... Nou, het hoeft niet, maar dat doe je dan meestal. Ja, dan geef je door. En dan houden uh, hou we toch op de oude postcode ook nog een lot. Want dat, Echt? Nou ja, je, je zal net zien dat je dan een week bent verhuisd. En dan gaat die oude postcode, die krijgt ja. dan miljoenen. Oh, maar dat hou je dan even voor die... Of hou je hem dan je hele leven op twee postcodes? Nee, dat kan niet, toch? Dat kan wel. Oh, je kan gewoon heel veel postcodes kan, doen. Ik kan postcode van jouw schoonmoeder doen. Het hoeft niet jouw eigen postcode oh. te zijn. O, jongens, nu maak je het nog ingewikkelder. Hoe is ja, verbreid. horizon verbreedt heel erg. Verbreid. Ja, ja. ja. dat is in 1 tegen 50. Is dat nou van Caroline Tentse? Ja. En Caroline wat ik ook vervelend vind trouwens: Caroline die moet elke keer zeggen: wil u, prijs, wil u kans maken op 5000 euro? Dan kunt u nu bellen, moet je een nummer bellen, kost geld. Ja, tuurlijk. En dan één van de tien bells maakt kans op die 5000. Dus je hebt niet eens als je belt kans op die 5000, nee, je moet eerst één van die tien zijn. En, en dan, mag dan je maak door je nog een het ka kans maken. Nou, ja. zou ik mezelf een beetje voor schamen als ik dat elke keer moest zeggen. En, en wat ze dan ook altijd doet, dat vind ik ook zo. De, en dat blijft ze maar doen: zegt ze. Ik mag het nog een keer weggeven. Maar dat doet ze elk, elke, ja. elke, elke niet, Dus elke het is af, helemaal maakt. niet speciaal meer. Nee. 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 Dus ze zegt elke keer: nou, en ik heb goed nieuws. Ik mag nog een keer 5000 euro weggeven. Ja, omdat we die met z'n allen bij elkaar gebeld Format. hebben. Voormat. Ja. ja, dat is ja. gewoon een verdienmodel. Zij doet alsof het een spontane inval van ja. haar is. en of het ja. er De eindredacteur net in haar oor zegt... Ah, doe het nog maar eentje. Ja. ja, en dat is van de, volgens mij van de vriendenloterij of zo. Vind ik ook heb ik ook een groot probleem. Vrienden, vrienden, was, deze week kwam dat ineens langs. Iemand was ambassadeur of zo. En uh, van, de, van de vriendenloterij of van de postcoloterij. En dan doen ze altijd... Oh, wat leuk dat je daarvoor meewerkt. Maar die ambassadeurs krijgen allemaal gewoon geld ja, dus de eerste loten die je koopt, die gaan zeg maar naar Albert Verlinde. Want ja. die is dan ambassadeur van, ja, van alles. Ja. En, dan, uh, en die krijgt dan gewoon een salaris ja. daarvan. Wil je hem steunen, moet je jezelf afvragen. Ja. Dus voor je met je geld zeg maar Afrika bereikt, ja. moet je eerst la Via langs heel de heel bankrekening Amsterdam. van Albert Verlinde. <laughs> ja, dat vind ik eigenlijk toch... Uh, dat realiseren mensen zich niet. Die denken vaak dat mensen dat allemaal gewoon... Uit, uit goed, goedheid doen. Uit goedertierendheid. Ja, nou nee, ik daarvan. Nee. Nee, maar goed, ik blijf die loter dus. Nou ja, goed, alleen die van die postcode-loterij, die koop ik dan. Ja. Of die, die, die laat ik afschrijven elke maand en dat heb ik niet door. Maar uh, één keer per jaar vraag ik me dan af: Komt die? Ja. ja, ik voel toch die excitement dan wel een heel klein Zeker. beetje. Zeker. En ik vind het altijd heel erg jammer als de een of andere. Hele luxe, buurt, ja, uh, ja. Er was een mannetje dat was vorig jaar of zo, of eerder vorig jaar. Nou, die kocht al 30 jaar die loten en die zat aan de grond. En Zijn zoons waren bij het, was net een sprookje. Dat mannetje, als ja, geen sprookje hoor, <laughs> <laughs> hij was ziek. <laughs> hij was nou ja, een staaf, beetje zwavelstokjes. Het was gewoon een beetje zwavelstokjes. Okay. Modern day zwavelstokjes. Okay. En die man die kreeg dan echt wel, weet ik veel, 3 miljoen of zo. Oh. En ik, ik ja, dat voelde zo goed dat ik zelfs bereid was om te zeggen. Oké, okay, dan mijn postcode maar een keertje niet. Nee, precies. ja. Want maar Kan ja. je ermee doen? Ja, daar hebben wij het bijna elke dag over nu. Want het oh, komt, natuurlijk, het komt aan. natuurlijk aan. Nou, uh, ja, hele saaie dingen. Gewoon een groter huis en, uh, en uh, een reis. Nou ja, dat is in deze tijd super nee. saai, maar een reis als het ooit weer kan. Uh, het vaccin helpen ontwikkelen. Um, dat soort dingen. <laughs> en jij? <laughs> Ik ook, vaccin ontwinkelen, blinde, blinde kinderen helpen. Maar we um, moeten heel maar hoe was jouw week? Nou, mijn week was prima, maar, maar een van die, die dingen die mij dus deze week uh, in het verkeerde keer gaan soort waren dus die ambassadeurs van die goede doelen. Ja. Dus uh, dat is, en dat zijn er ook heel veel, en die moeten allemaal betaald worden, die moeten allemaal uh, dingen. En die doen ook nog een soort heilig gezicht van Goh, wat goed dat we dit doen. Ja. En dat vind ik een beetje uh, stom. Ja, het is een beetje hypocriet. En ik snap wel dat. dat uh, want ik was een keer bij zo'n avond van. Het, het, ik weet niet waar het voor was. Ja, ik denk altijd Kika, maar dan denkt iedereen altijd dat alles voor Kika is. Maar, uh, blinde uh, kinderen was blinde je. Blinde kinderen was het, ja, precies. En uh, uh, ik, zie, ik zie wat jij niet ziet. En uh, die stichting. En toen uh, was daar uh, Liza Minnelli. Oh. En uh, die kwam zingen. En uh, toen zei ik, zeg, Goh, maar dit kost toch heel veel geld. En toen zei die man, die zei, ja, maar op zo'n avond zegt hij, dan, dan moet ik dat uitgeven ja. aan die grote sterren. Maar dan, als ik dat doe, dan haal ik drie keer meer op ja. dan als ik zou doen als uh, Het is gewoon Alberto een even... <laughs> Nee, maar stel, dus Albert, zeg maar. Kom, Een hele kom, raar, raar, raar downgrading van je avondje. Maar we hadden Liza. Nou Liza, of toch Alberto weer? Nee, Liza levert meer op. Nee, maar dat, andere, dat, dat geloof ik wel. Andere uh, geus, hoe heet die nou? Van die, ja, Rob op van... de geus. Oh, op nee. de geus. Nou, een... nee, daar zou ik wel echt wel een gala-avond mee willen hebben. <laughs> <laughs> Heb je dat gezien met mijn vrouw, jouw vrouw? Dan was hij, hij gewisseld met ja, iemand... Ja, met die jacuzzi, toch? Ja, en ja. met, en met zijn, <laughs> buiten, zijn tuin. Ja. Er was nepgas en er moest gestofzuigd worden. <laughs> ja. Dus die vrouw die moest buiten gaan stofzuigen. Het kunstgas. Ja, 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 het wel. schoonste huis van de, ja, het, he het schoonste en ongezelligste huis van de hele wereld. Ja. ja, dat is Rob Geus. Nou goed, dit was volgens mij een beetje ja. uh, onze week. Ja. Toch? Ja. We zijn een beetje alle kanten opgeschoten. Ja, maar het lekker breed. Ja. Trokken het breed. Dat wordt 2021. <laughs> Iets met Liza Minnelli en kunstgras. En we gaan dus nu naar ons ja. hoofdthema. Naar hoofdthema. Onze recensie. De recensie. Wie recenseren we? Willem-Alexander. Willem-Alexander. Ja. Yeah. Volgens mij heb jij een beetje een haatliefde-relatie met de Oranjes, uh, Zeker, nee? ik heb zeker een haatliefde-relatie met uh, de Oranjes. omdat ik heb ze een aantal de keren ontmoet, zeg maar als kudde. Nee, nee, een paar keer ook uh, heb ik ze van de kudde afgekregen was van iemand alleen, maar oh. ook vaak in zijn, in, in zijn geheel. Vaak ontmoet? Je bent nou, vaak. Een kind aan nee, de huis. nee, niet vaak, niet vaak, maar wel een paar keer. Oké. Okay. Als zijnde uh, winnaar van iets dat je bij die ene lunch mag zijn. Of oh meer... ja, dat. Ja, dat. En dat. dan nog een keer op Paleis Noordeinde uh, bij een uh, koningin. Toen was uh, uh, ben, uh, Beatrix was nog koningin. En toen mocht hij bij het, het, uh, het koninginnenconcert zijn. En nog hmm. een keer bij het koningsconcert in Tilburg. Jezus. Dus je bent een... er echt kind aan huis. Nou, nee, je loopt keer. de deur plat. Nee, dat valt ik. echt. Dan heb jij het ooit ontmoet. Nou, op mijn 18e, precies op mijn 18e verjaardag, heb ik Willem Alexander ontmoet. En dat was wel op een beetje een raar moment in mijn leven. Dus mijn vader, die, die was letterkundige en er was toen een nieuw woordenboek uit, of weet ik veel, is een van de boek met heel veel woorden erin. Oh, de Ans, geloof ik, of zo. De, of de Nieuwe Dalen. Nou, ja. me er niet op vast, maar ik werd die dag 18 en mijn vader moest daar een speech geven. En Willem Alexander ging het in ontvangst nemen. En toen dacht mijn vader, shit, Aafischjaar, 18 is best wel een belangrijk moment. Weet je wat? Dan doe ik, verpak ik dit als het uitje voor haar verjaardag. En dan neem ik er mee. Hartstikke leuk. Dus ik mee. En toen mocht ik dus ook Willem Alexander een hand geven. En ik was in die tijd zo. Ja, ik was gewoon een bakvis, eigenlijk. Ah. En dus ik werd ook meteen een soort van verliefd op hem. Ja, dat duurde maar vijf minuten hoor. Ik bedoel, dat was het met het protocol word je ook heel gauw weer afgevoerd. En dit was ook helemaal niet eens de bedoeling dat ik hem een hand ging geven. Nee. Maar ik was meteen van ja, ik, ik zag toch ineens die toekomst in een flits. Weet je wat ik denk, Ja, ik kan stel we worden nu verliefd op elkaar en we krijgen iets en we gaan trouwen en we Nee, dat zie je ja, dat heb jij nee, nooit. Dat, kan dat had, niet, ik heel, had ik toen heel dat ik toen eigenlijk met iedereen nikomt in die <laughs> tijd. stel oh, hè, ja, stel. En dat ik ja, dan word ik wel prinses en dan word ik ja, later koningin en dat dat zat al nee, dat is natuurlijk toch een beetje die um, ja, macht die uh, mensen erotiseert zeg maar. Want, ja. want vanzelf, vanzelf was dat er niet. Maar ik dacht, nee, ik zie een gouden toekomst voor me. Ja. Maar dat was dus heel snel weer voorbij, want toen moest hij alweer met anders een hand gaan gegeven. Maar heb je hem later ooit nog op een erotische manier bekeken? Nee. Nee? nee. Dat was alleen die was ene echt, keer. Die dag was het, he, er hing er een hele erotische sfeer omheen. En later <laughs> eigenlijk meer gewoon een sfeer van, nou dat zal ik straks vertellen, die andere sfeer. Oh. Nou ja, ik heb nu eigenlijk vooral medelijden met hem. En dat is niet erotisch. Nee, Als je medelijden met heroïd. iemand hebt. Daar, nee, niet, daar, daar, tenminste, voor sommige mensen. Dat is niet opbindend. Ja, sommige ja. mensen vinden dat natuurlijk ja, leuk. Mensen redden en zo, maar dat heb ik niet. Dus nee, nu heb ik medelijden met hem. Toen dacht ik even van, stel. Maar goed, ik heb hem dus maar één keer ontmoet op een belangrijk moment in mijn ja, leven. Ja, ze zijn heel groot, hè? Die mensen? Ja, Willem-Alexander en uh, Maxima. Ik weet nog wel, in Tilburg kwam ik zo aanlopen, en dan moet je hun een hand geven. En uh, was ook heel stom, toen zei hij van, uh, goh, wat, wat zegt hij volgens mij tegen iedereen die wel eens op tv is geweest. Zegt hij, wat leuk om u eens in het echt te zien, zei hij. Oh ja. En toen, ik begrijp niet precies waarom, maar ik zei, nee, maar we hebben elkaar wel eens ontmoet. Ja, dan moet je gewoon helemaal. Nee, maar, nee moet je, je helemaal dat dat... Ja, zo, ja. Weet je dat niet meer? En dat dan. vind ik ook helemaal niet erg. Maar dat zou je tegen iemand anders zeggen. Zou je zeggen nee, maar je ja, ja. gaat toch daar en daar ontmoet. En dat, dat deed ik, dat was stom. Maar toen. Nou, kwamen dat vind zo... ik ook wel goed van jou. Want, want waarom zou je dat tegen hem dan niet zeggen? Ja, oké, okay, omdat hij 400 mensen per dag ontmoet. Ja, en omdat het mij helemaal niks uitmaakt dat hij dat niet meer weet. Nee. Het is ook niet van. Uh, nou, nou, het is... kwamen nee. jullie toen in een wel niet te spelen? Ja, toen ja, gingen we dingen gooien, en toen in de kortste keer Ik gewerkt, echt alleen maar van tv, hoor. <laughs> dat is niet waar, geloof ik ja, ja, heb ik helemaal geen indruk op je en, gemaakt. Dus toen, uh, werd, toen werd het een handgemeen en langzaam ja. escaleren. En toen bleek je heel groot te zijn. Nee, maar zij zijn heel... dat stond Maxima er zo naast en, en ik kwam zo aanlopen. Karim was erbij en hij was echt gigant. Zij ja. zijn echt heel groot. Ja, zij zijn echt heel groot. Larger than life. Ja, zeker. Jezus, dat heb ik toen helemaal niet opgemerkt ja. toen ik verliefde. Uh, en zij was. is super leuk. Ik vind ja, haar heel leuk. Ik, ik van haar ben ik wel echt fan als ja, je ik ook. Moet, ja. als je iemand moet kiezen. Ja, alhoewel ja. op dat bankje nu laatst met die met die Ja, met... dat dat de Griekland debakel. Ja, het de Griekland debakel ja. zeg maar, dat ze met z'n op dat bankje moesten op strafbankje eigenlijk met z'n tweeën. En hij zo heel erg. Uh, en Patrick zit, kijkt zo schuldbewust en zo. Vond ik dan, ik zou daar wel alles van willen weten. Ja, hè, hoe dat in scène is gezet, wie dat heeft bedacht, ja. hoe hij dat heeft geschreven. Of zij nou echt niet hebben geweten dat ze op vakantie gingen, of dat. Snap je? Nou, dat kan je bijna niet gemist hebben, toch? Ik hoorde trouwens deze week, uh, ik heb deze week opvallend vaak naar shownieuws gekeken. Oh? Ja. Uh, ik weet ook niet waarom, maar daar, daar zit. De, zit de, uh, waarom ik daar niet zo vaak naar kijk, is omdat daar zit een aantal echt onsympathieke mensen. Ja, ik het, uh, hoe heet die. die, die Ronald vind goed. ik vind niet. Nee, die vind ik wel gaan. Maar oh, ik vind die Ronald Molendijk of zoiets. Oh, die, ik zat het niet. die was En ik Albert Veline kan van... het niet zo goed tegen. Nee. En, um, dus er zijn een aantal van die mensen die ik niet gewoon niet zo mag. Dus daar kan ik niet naar kijken. Nee. Nee, maar goed, jij zat te kijken. Nou, toen had ik ineens een soort uh, Eureka-moment. Ja. Want zij zeiden heel casual. Ja, en dan, dan natuurlijk, want ze hadden ze namen het jaar van de Royals door en was van ja, en ze waren natuurlijk naar Griekenland, want daar zouden de, de uh, Dreesmannetjes of de Brenningmeiertjes, of nou hun ja. buren daar, zouden daar die week net een feest geven. En toen viel ineens bij mij een kwartje dat ik dacht, oh, daarom zijn die prinsesjes nog gebleven. Voor dat Sowieso. Feest. Die geeft er in deze tijd een feest. Ja. hè? Dat mag helemaal niet. Nee. Maar want het was toen van ze konden echt niet terug. Er was geen plek meer op het vliegtuig. Nou, dat leek mij een heel raar Nee, dat raar was heel verhaal. snel. Maar toen dacht ik, oh, ze wou nog naar dat feestje van de buurmeisjes? Ja. Dus dat wat. Het voelde echt alsof ik een soort detectivewerk had verricht. Oh. Ja, door naar shownieuws door apathisch. Ik had het zelf niet door. Nee, zij legde die link helemaal niet in dat programma. Ik wou inbellen. Ik wou sms'en. Maar goed. Nee, maar ik, ik zou dat ook heel graag. En weet je, wat, wat mij raakte in dat bankjes uh, scène. Ja? Dat ik uh, deze week ging ik allemaal oude filmpjes bekijken, omdat ik natuurlijk wist wat dat het over hem ging hebben. En hij was, toen hij klein was, mochten zij geen tv kijken. Zij hadden eigenlijk best wel een soort beetje alternatiever jeugd. Ze hadden ook hele leuke soort corduroy broekjes aan een beetje een beetje gewoon een beetje zo'n vrije schoolachtige uitstraling. Nou, in ieder geval dat filmpje wat oh. ik zag met de, de NOS die ging dat was heel leuk. Waren ze ook helemaal niet media-geniek of bezig met een camera of gehoord? Want dat zegt Amalia nu van, ik wil mezelf goed neerzetten. Dat je denkt, oh god, dat, dat je ze al zo denkt. Die is ook wel wat ouder, hoor. Dan ja, die is ouder. En, en dat vond ik ook wel weer heel sympathiek, hoor. Dat ze zegt, ik wil niet een showversie van mezelf. Dat vond ik nee, ook, maar ik, dat ik vind het sneu dat iemand zichzelf goed wil neerzetten. Ik denk, ja. nou ja, goed, dat vind ik dus allemaal sneu. Maar hij was toen nog onbevangen en van, nou, ik haal wel best wel lage cijfers op school, hoor. En echt zo'n soort van... Het slechtste van de klas. Joch! Ja gewoon, ja. ja. En, en, dan, en dan fast voorward naar dat filmpje op die bank. En dan denk je, Jezus, wat ben jij uh, gekneveld. Ja. Dat eigenlijk. Ja. En dat vind ik, daar krijg ik dan medelijden op dat moment. Ja, maar ik, kijk, binnen de koninklijke familie zijn er twee verschillende stromingen. Er is stroming Juliana. Dat ja. is het beetje hartelijk en een soort. En papi. Uh, doe maar gewoon, ja. Doe maar. Wel leuk, vind ik. Die vind ik antwoord. ook leuk. Maar uh, Beatrix heeft ooit gezegd over Juliana, dat vond ik, heel goed, uh, vond ik heel goed. Die zei, mijn moeder wilde altijd naast de rode loper lopen. Ja. Die wilde niet op de rode loper lopen. Die wilde per se ernaast lopen. Maar die loper moest er wel liggen. Je bedoelt de extra loper naast de rode loper? De speciale loper van nee, Juliana? Nee, die rode loper moest er liggen, oh, zodat zij ja, ernaast zodat, kon ja. lopen. Ja. Dat vond ik, vind ik, als je daarover nadenkt, vind ik dat heel goed. Uh... Maar zei Beatrix, dat er ook nog bij van, maar die loper moest er wel ja. liggen. Oh, wauw. Want dat, keiharde kritiek ja, eigenlijk. Ja, dat is eigenlijk keiharde kritiek. Ja. Weet je wel, je, om, van nee, ik ben heel gewoon en, ja. en, en zo. Maar uh, Juliane was natuurlijk een beetje... Zij werd een keer door uh, Adschave Zanden... die eigenlijk Adriaan Pannenkoek heet. Vind ik oh, leuk weet je Ja, die heeft hij veranderd. Uh, Adschave Zande werd, werd ze na het, uh, een avond uh, Holland Festival... werd ze naar de taxi uh, door hem gebracht. En toen deed hij zo de deur open. Toen zei hij tegen haar... zei hij, uh, nou... Uh, uh, nou uh, Prettige avond nog, majesteit. En zegt ze: Wat? Wat zegt u? Toen zei ik: zei Prettige avond, majesteit. Oh, ik dacht dat u zei: Dag, wijsneus. Ach, <laughs> <laughs> eerste. Alsof je het ooit zou zeggen. Maar ja, met de tweede vind ik zo ja, grappig, het dat idee. Dat, 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 zijn, dat je dat denkt: dat Nou, nu zei. zeg ik het gewoon <laughs> een hele avond. Voor mil dag, wijsneus. <laughs> Ik zag de deur dicht en daar. En, um, Paranoïde dus, geest ja, had die vrouw. Maar zij was dus een beetje de empathische uh, menselijke kant. En dan heb je de Bernard-kant, zeg maar. Ja. De, de oplichterskant, zeg ja, maar. De, hardrijden, want, vrouwen verslinden. Iedereen zegt altijd, ja, dat we, die was echt ondeugend en de boefje. Nee, die was niet ondeugend en de boefje. Dat was gewoon uh, crimineel wat hij ja. deed. Snap je, als je zo'n buurman zou hebben... dan zou je op een verjaardag zeggen, nou, die van hiernaast... Ja. die heeft overal vrouwen en die heeft geld ten gekregen. ja. Die aan het dood schieten, ja. ja, dus uh, en, en die lijn. En Beatrix is meer van de Bernhard-lijn, volgens mij. En uh, nou, volgens mij, dat is En uh, uh, Willem-Alexander is volgens mij meer een, een, een bijna een mengeling die ja. schiet soms in de Bernhard-kant. Ja. dat zoals hij in, 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 in de taxi zat of in de auto zat toen hij terug werd gebracht uit Griekenland, zonder iedereen had kapje op, hij ging kapje, hij had ja. echt te mokken. Ja, gewoon allemaal boos en lekker privilege ownen. ja. ja. En uh, mm, dat. Ja. En, uh, en soms is hij ineens heel uh, empathisch. Ja, dan kan hij zo'n speech geven dat je denkt van wauw, jij ja, hebt echt gevoel voor alle ja. mensen. En ja. Mensen van alle kleuren en alle afkomsten. Ja. ja, Dus, nou ja, wat ik leuk vind aan, 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 aan Bernard, ik pak heel langzaam stokjes van mijn ja, telefoon. Om een beetje te kijken. Want, nou ja, het is een onderwerp. Je... Een, je, we kunnen hier gewoon tien podcasts over. Vullen. Tien podcasts ja. over. Gaan we niet door mensen? Familie. Want koninklijke familie laten we ook gewoon heel eerlijk zijn, is niet een heel moeilijk beroep. Want je, als je op visite gaat, nou, visite gaat, als je ergens rondtrekt, weet je wel, rond bij de knollenvelden of zo, ik weet niet waar ze allemaal rondlopen. Ja, Opbollenvelden. Dan hoeven ze het niet. Knollen en bollevelden van de wereld. hebben ze Dan bezocht. hoeven ze niet heel veel te doen. Want ik heb een keer in een voorstelling vroeg ik altijd, wie heeft de Beatrix ontmoet. En omdat ik haar vond, hè, vind. En, uh, dus toen, uh, en dan ging ik met iemand praten uit de zaal die haar ontmoette En dan zei ik altijd: gewoon, wat, wat vond u van haar? Nou, ik vond het ontzettend leuk en zo goed uh, op de hoogte. En zo zeg ik, waaruit bleek dat ze zo goed op de hoogte was? En dan, uh, dan zeggen ze wat, die, wat ze dan vroeg. Dat is altijd ontzettend cliché en open deur. Ja, dus, zo van maakt u vaak? dit soort beeldhouwwerkjes ja, zo, want precies. dan ben je op een opening van een kunstenaar. Ja, ja. hoeveel van die gevlochten mannen verkoopt snap <laughs> Snap je? dat soort Volk vragen. Interessant. En dan denk ik, oh die is vraag. Goed, die is goed ingelezen. Ja. Is niet goed nee, ingelezen. Nee, maar, maar dat is die die, 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 die vlaag. En, en maar dat is ook die vraag die er over mij heen kwam van starstruckheid op een, een soort royalty niveau waardoor je waardoor je je, je je beeld ook helemaal niet meer zo scherp is. Nee, en dan vind je en 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 je je eigenlijk alles een... leuk. Ja. Ja. En die gaan die interpreteren dat ze heel erg geïnteresseerd zijn. Ja. En zo, maar dat, dat blijkt verder helemaal nergens Want, want uit. hij wist niet eens meer dat hij jou had ontmoet. Dus. Nee. nee, bijvoorbeeld ja. En toen uh, op die lunch ook. Dus zat, zat uh, Maxima. En Maxima vind ik dus superleuk. Maar die wist over iedereen wat. Maar nooit helemaal goed. Nee. Dus die zei. <laughs> God allemaal oh, fack. Want nu <laughs> bent uw bedrijf met uw moeder toch gestart. Ze zei hij: Nee, nee, met mijn broer. <laughs> oh ja, met uw broer. Dus het was altijd wel een soort. Ja zo goed, maar niet echt goed. Maar dat was wel heel lief dat ze het probeerden. Ja, maar voor dat geld moet je eigenlijk gewoon je huiswerk heel goed doen. Ja, vind ik dan. Maar goed, er, was, er zat twaalf mensen aan tafels of acht, en dat het is ook komt, een lastige rekensom. Ja, maar we moeten ja, naar een voordeel uh, sterren geven. Um, ja, het heeft tussendoor. Vanuit de juliana lijn ja. ga ik voor drie sterren. Want eigenlijk vind ik koning zijn ja, een beetje eerlijk gezegd nog wel een lulberoep en ja. moet het van mij afgeschaft worden. Maar afgeschaft worden? Ja, absoluut. Oh, ja, nee, vind ik nee niet. daar gaan we het ook nog een keer over oh, hebben. Oh, het moet ook een keer over hebben. Ander ja. onderwerp, de monarchie. Oh, ik, ben... <laughs> Super. Jij, ja, ik, ik weet, dat monarchie, dat is. Het, ja. dat, is het, dat is het grappige aan jou. Dat is aan Jij zegt: steeds, "Zullen we het vaccin het proberen geweldig. op ze en zo." Jij hebt een soort van martelachtige visioenen, maar de monarchie mag van jou absoluut niet afgeschaft worden. Nee, zo wonderlijk. Ja, wonderlijk hè. Maar dat is, dat voert even nu te ver. Maar goed, ik zeg toch drie sterren uit uh, medemenselijkheid. Ja, ik zeg dan toch vier sterren, maar dat is omdat ik nu herinnerd word aan die monarchie inderdaad, dat ik dat wel belangrijk vind en ik vind die invulling daarvan is eigenlijk dat moet zo low key mogelijk eigenlijk. Ja, dus het moet uh, zo min mogelijk rock de boot, zeg maar. Ja, dat zijn gewoon dit levens, ja, niet doorknippen. Door, ge... Nee, ja, maar ze 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 heel veel jaren niet. natuurlijk wel. Dus ik zou zeggen, vier sterren, jij drie sterren. Dus ja, ze, ze mogen wel blijven. Drieënhalve ster, dat is gewoon een prima ja. score. Ja. En we gaan, dat is niet zo'n hele grote stap, naar de Rollenbladen. Nou, wat heb je meegenomen? Nou, ik heb de weekend meegenomen. En de weekend uh, is, een, uh, is een, dus een beetje een. Uh, een uh, ja, het is een beetje iets na de blad. We hadden, we hadden de vorige keer natuurlijk uh, de party. Ja. Die was heel vriendelijk, maar daar stond niet zoveel dat in. Dat was gewoon te aardig eigenlijk. Ja, was eigenlijk te aardig. Ja. En hier staat bijvoorbeeld, deze keer gaat het over Erika Meijland. Dat is een beetje favoriet van mij, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Van de familie Meijland. Want iedereen is natuurlijk Martien, dat snap ik ook. Die, 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 die is verder hartstikke Die spreekt leuk. tot de verbeelding. Ja, ik, ik, ben, ik ben wel van de familie Meijland, Ja, ik eerlijk zeggen. Ja, ik, ben, ik, ben, uh, ik zit heel even aan mijn tax met de familie Meijland. Oh. Ik vond dat op een gegeven moment Martine wel heel alomtegenwoordig was. Uitgevend uh, was. Ja, maar dat... Dat, dan kan je ook gewoon wegzeppen. Dus dan kan je ook gewoon zeggen: Martien, ik sla jou gewoon even een tijdje over. Ja. Maar tuurlijk, ik vond hem bij Ik Vertrek al dat ik dacht: ja. waarom maakt niet iemand. Nou, dat dacht ik trouwens helemaal niet hoor. Want, maar toen had ik moeten denken: waarom maakt niet iemand een <laughs> hele, hele lange TV-serie over hem en vraagt hem voor elke quiz die er ooit ja. is geweest? Nee, dus het is absoluut. En, het, en, en sowieso dat hele. die relatie van hun, dat spreekt natuurlijk tot de verbeelding van, van wat. hoe zit ja. Ja. Dat is al jaren bezig. Maar vertel, wat, wat is nou, er over haar? Dus even over, over haar. Dat zijn natuurlijk, uh, ik vind haar een van de leuke sturende, uh, rustige krachten binnen die uh, binnen die familie, ja. zeg maar. En zij maakt zich dan, uh, uh, zij hebben het nu over die uh, hierin. Over Frank en Roger. En die hebben dan dat zo'n ruzie en Oh Giraat, ook en dat zij dat nooit zou doen, zeg maar. En uh, nou, dat is heel mooi. En die zorg om die 91-jarige moeder, haar moeder, weet je, dat is een beetje. <coughs> Ja, ah, die dus zie ik nu ineens op een plaatje, maar die, uh, dat, dat wist ik niet dat die ook bestond. Ja, jawel, toch? Nou ja, dan heb ik kennelijk toch uitgetuned. Op ja, want die zit al vanaf het begin van. Uh, ja, nee, ga maar, laat mij maar. Heel pessimistisch. Oh ja, zo van. Pessimistisch, uh, laat doen, mij maar dat alleen zo. gaan ik ook altijd bij, ik vertrek. Al die oude moeder zegt van. Nou ja, als jij al je kleinkinderen van me af, al mijn kleinkinderen van me af wil nemen om jouw avontuur na te jagen in ja. Slovenië, dan moet je dat maar doen. Nee, maar die, die, die moeders zeggen het ook als gewoon naar België emigreren. ze ja, ja. alsof ze gewoon ik van zal de wereld het nooit ja, meer zien. Nooit meer ja. zien. Want het is voor mij onmogelijk om daar naartoe te gaan. Nou. Ik ga nu binnen nu en twee maanden toch dood. dood ja. Ja. Ja, dus die moeder van Erika die was ook een beetje best En daar maakt zij zich zorgen om. En dat ja. is, uh, denk ik, terecht. Maar ik, ik, ik vind dus Erika. Nou ja, dat... nee, maar zij zegt dus eigenlijk dat gemoddergooien van Frank en Rogier: dat zou ik nooit doen. Dat is dus ook een soort advies aan Frank en Rogier. Via de weekend. Doe dat nooit. Ja. Nou, is waar. Nou, dan kom ik hier nog eventjes... Kwam ik Guus Meeuws tegen. Hey. Guus hebben. Heb, wil ik nog wel eventjes zeggen... dat hij is het lelijkste huis van heel Nederland aan het bouwen. In Tilburg. Dat vind ik verschrikkelijk. Het crematorium het wordt crematorium. Het ook al genoemd. Ja. En uh, uh, dat stond een heel mooi huis aan de Breda's weg in Tilburg. En ik kom daar heel vaak langs natuurlijk. En dat was een heel mooi soort landhuis. En dan, zei die, en dan hebben ze afgebroken en gewoon plat gegooid... En hebben ze nou hebben ze een crematorium gebouwd? Ja, dat want het is, ik zag een plaatje. Dat is een grijs lang gebouw zonder ramen. Later las ik dat achterkant een en al raam. Ja, dat zou ik maar moeten. Maar ja, de voorkant, dat ik niet <totstuken> doet. <totstuken> <Aan totstuken> dat doet. Okay, volledig okay. in het duister. <totstuken> ja, maar um, dan kan je nog zo'n grote bril hebben, maar je ziet niets. Maar het lijkt grijs, inderdaad ja, die grijs. Maar in dat foto grijs. echt is het zwart. Oh, ja, het nog is erger. veel donkerder. En hij zei, ja, een oude landhuis. Ja, zo praat hij niet, maar goed. oude <laughs> <Hij laughs> had zijn de stem vervormd. Maar uh, ja, maar, want, want, want hij doet altijd van, ik ben Tilburg. Maar hij is helemaal niet in Tilburg geboren. Maar goed, dan moet je zelf weten. Ja, hij dan boterham. mag je er heus nog wel een Nee, goed. Maar hij zegt dus altijd uh, van, ja, het oude landhuis, dat, moet ik, uh, dat konden we niet. Want ik kom met mijn hand bij het plafond. Oh. Nou, ja. Maar als hij met zijn hand Pro bij het plafond komt, dan, dan komt die vriendin van hem met haar hoofd bij het plafond. Ja, want die is echt die, heel ja, lang. Ja, die is, ja, is 2,10 meter 10 of zo. Ja. Dus die. Dus die, die dus ze doen net alsof ze een soort uh, poppenhuis hadden gekocht. Ja, en het moest, ongeluk. Terwijl ze hadden daar super mooi kunnen opknappen. Maar goed, ze hebben het, dat ja. niet gedaan. Ze hebben daar dus een heel lelijk uh, huis van gemaakt. Het is nog niet helemaal klaar, maar goed, ja, ik hoef het niet te zien. Het is maar klaar, er zijn dus. ook veel protesten tegen, toch, in Tilburg? Ik weet niet of het echt een soort mars en demonstraties is, maar er is wel nee, veel nee, gedoe het over. Het staat al heel erg. Ja, oké. Okay. Er is dus geen dus mars is meer om te organiseren. Nee, nee, nee. nee. En, en, en nou, ik, ik hoop dat dus heel gelukkig geworden. Maar ik. Uh, ik vind het wel, vind wel uh, jammer, want in Tilburg is al heel veel afgebroken. Want we hadden een burgemeester die noemde ze de sloper, en die gooide alles plat, alles wat mooi was eventjes. Oh, en uh, ik denk, oh, draden. Ja. ja, nou in die nou, traditie schiet hij zelf van. Uh, We gaan naar vraag het af. Zeker. Nou, ik heb opgeroepen tot uh, vragen. Ik wil trouwens even vertellen dat Cora, die wij uh, vorige keer hebben geholpen met haar probleem, ja. uh, haar probleem was dat haar man een hoorder was. Ze gingen verhuizen naar Zwolle. En ze dacht, shit, moet nou al die troep ook nu weer mee met de verhuizing? Ja. En jij zei toen: je gaat pas in augustus. Probeer elke dag één dingetje weg te gooien. Ja. Dan heb je 240 dingen het huis uitgewerkt tegen die tijd. En ik zei, Nienke de Jong heeft hem volgens mij groot huis in Zwolle. Misschien jij ook wel, en geef hem een eigen kamer. En dat gaat ze dus doen. Bij Nienke de Jong. Uh, nou, Ala <laughs> Nienke de Jong. Heeft ze dus inderdaad een huis gekocht waar een extra kamer is? En die kamer krijgt hij. Oh, dat heeft ze ons nog even laten weten. En ze goed vond goed. ons schatten. Nou, wat fijn. Ja, dat wou ik ook nog fijn, even. En ze iemand geholpen hebben ook. Ja, niet. daadwerkelijk. Heel blij mee. En nu heb ik het uh, probleem van uh, keren of, of keren. En zeg maar karen, maar dan met een E. En uh, ja, dat, uh, zal ik dat nu laten horen? Ja, als je het kan laten horen, graag. Hoi. Um, ik heb een probleem. Tans, ik vind het een probleem. Ik ben iemand die dol is op glitters en pailletten en uh, elk jaar met kerst rond de feestdagen koop ik ook altijd heel veel leuke nieuwe kleding met glitters en pailletten en dat kan ik dan altijd in december en januari leuk naar feestjes, borrels, uh, gezellig bij vrienden als ik ga eten, dragen en eind januari ben ik jarig dus dan kan het ook nog wel. Ik ga dus niet thuis werken. In een pailletten met de Zoom aan voor al mijn collega's. Ook al zouden ze daar nu niet echt van opkijken, dat doe ik dan net niet. Dus hoe kan ik straks, als ik weer het huis uit mag en misschien zelfs naar een kroeg of bar, um, af en toe pailletten dragen zonder dat ik de stempel krijg van de vrouwelijke Gerard Joling? Want ik ben misschien wel een beetje extra, maar niet zo erg. En ik ben dol op Gerard Joling overigens. En ik zou ook niet willen wachten tot december volgend jaar. Dus ik hoop dat jullie mij met dit grote probleem kunnen helpen. Ja, ja, dit, dit, was, dit waren gewoon twee voice-opnames om dit te schetsen: um, een, een paillettenwens uh, wens en een pailletten od In het afgelopen jaar, ze heeft gewoon heel veel dingen met pailletten besteld. Ja, en ze heeft nergens om ze naar aan te trekken, maar ze wil ze wel aan de pailletten. Ja. Maar ze vindt ook dat ze te veel heeft besteld. Ja, en ze wil ook weer niet de vrouwelijke Gerard Joling zijn. Nee. Want ze is wel extra, maar ook weer niet zo extra. Vert. Vagant. Extravagant. Ja. Ja, nou sowieso zou ik uh, terugsturen wat nog teruggestuurd kan worden. Want uh, volgens mij. Ook heel ergens op een maand in de zomer besteld was. Maar je oh. hebt lang. Je hebt soms ja. wel honderd dagen. Ja, gedaan. volgens mij ook. Dus alles wat nog terug kan, zou ik terugsturen. Want wat je niet aan hebt gedaan natuurlijk. Hè? Want ik ben helemaal niet voor uh, gewoon aandoen en dan... Uh, dus uh, als we als het nu niet Als de bonnetjes er nog aan ja. gaan, dan gaat het terug. Precies. Dat moet allemaal terug. En dan, voor de rest, is het vo zit het heel erg tussen je oren. De pailletten. Ja. Dat dat het probleem is. Ja. Ja, dat vond ik dus ook. Ik dacht, wees nou gewoon die vrouw die pailletten draagt. Weet je, ik heb daarom speciaal uh, dit haar dingetje met pailletten in gedaan. Daar hadden jullie allemaal helemaal niet door. Nee, maar dat en nou ik mix... zou het niet zien ook. Nee, maar het, okay, omdat het was je een beetje subtiel. Zit. Het was een beetje subtiel. Oh ja. Ik dacht, gewoon kijken of mensen er raar op reageren. Wat dus zeggen. niet? Nou, niet gebeurd. Gewoon helemaal niet. Nee, maar goed, misschien heeft wel jasjes met heel veel pailletten en zo. Maar dat is ook heel... Ik ken iemand die doet, heeft dat gewoon door, door het jaar aan. En als... Als, als, dat, als, als jij het gewoon vindt, vindt iedereen het ook gewoon. Nou, dit had ik als advies van de kapper. Dit, ik ben niet bij de kapper geweest nee, deze nee, week. Dat... Hè, maar, um, Zoveel maar duidelijk uh, zijn. Eh, dat soort dingen <laughs> doe ik allemaal niet. Wel geëpt of hij niet bij me thuis wilde komen. Oh, knippen, maar dat kan niet. Ik wou die niet. Nee, dat mag niet. Maar dat vind ik ook heel goed dat hij daar een grens in trekt. Maar, maar je probeert het wel. Je kan alles proberen in het leven, <laughs> Mark Marie. Anyway, um, um, ja, dus toen zei ik van ja, nee, ik, ik word grijs en oh, ik vind het ook wel lastig. En, uh, en, toen zei, en toen zei die kapper, oh, dat was trouwens mijn vorige kapper, die zei: Je moet het ownen. Je moet het ownen. En dat is volgens mij met die pailletten ook. Ja. Dus je, je, je bent een beetje extra en own het nou. En met die Zoom meetings sowieso. Ik las laatst een tip van een modeontwerper dus die zei: Je moet voor Zoom altijd een mooie, een mooie mouw of een mooie kraag. Klopt in ieder geval, ja. ja. En dat is eh, Payette eigen. Ik bedoel, Precies. dat is paillet. Ja. Dus de, jouw collega's worden alleen maar blij als zij allemaal weer in hun saaie overhemd zitten. En jij zit weer met zo'n creatie. Ja. Daar maak je mensen echt alleen maar uh, gelukkig mee. Uit een liedtekst van uh, Je de Jong. Mooi. Er gaat nu over komt even <laughs> ja. er gaat het even. de muzikaal is dat? Nee, maar het gaat over een meisje wat uit Arnhem komt. En naar Amsterdam komt. En denkt hier uh, gelukkig te worden en uh, helemaal in de scene in de jaren zestig. En uiteindelijk gaat ze naar huis en terug naar Arnhem en uh, is ze heel erg uh, uh, teleurgesteld in alles. En dan zegt ze, met die flaphoed op haar hoofd waarin ze zelf nooit had geloofd. Ja. Dat, dat is ik, het. Dat is het. Ja. Je moet zelf in die pailletten geloven. Ja. ja, dat is het echt gewoon. Dat is het. Mooie tekst trouwens. Ja, hartstikke mooie. Guus ik. Voor het hele leven op toe van Toepassing. Ja. Jesperina de jongen of mensen die haar niet kennen, ga haar even opzoeken uh, op, op YouTube, of niet opzoeken op de hei, want ze loopt heel veel op de hei, zag ik laat in een interview. Maar goed, het weekend. Um, dus ik zou, als ik haar was, inderdaad het gewoon... Het wordt own. het jaar van de paillet. Ja, schaamteloos. Mooi. Afsluitend vond ik Afsluitend volgens mij. En uh, uh, de, 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 we zijn uh, begonnen in 2021. Ja. Welkom. Het geluksjaar. Geluksjaar. En tot uh, volgende, volgende week. week. Tot dan dan. Dag.